het nieuwe restaurant van Schiphol gevuld met journalisten die gaan luisteren naar de uitbreidingsplannen voor de gemeentelijke luchthaven. De persconferentie wordt geopend door burgemeester Dailly. Dat Schiphol, de wereldluchthaven van Nederland wordt, staat thans voldoende vast. Maar het brengt met zich mede dat de luchthaven zal moeten worden uitgebreid. De heer Dellaert, bedrijfsdirecteur van de luchthaven Schiphol, geeft een uiteenzetting van de nieuwe plannen. Het heeft heel wat jaren geduurd voordat uit de talloze ontwerpen voor het uitbreidingsplan van Schiphol het definitieve plan is gevormd. Hier is het dan. De bestaande complexen verdwijnen natuurlijk niet. Ze vormen het uitgangspunt waaruit de uitbreiding voortkomt. In de jaren die sinds de bevrijding voorbij gingen, is er op Schiphol al enorm gebouwd. Er zijn nog maar enkele van de talloze provisorische bouwsels over die in 1945 in allerijl in elkaar werden getimmerd. Eén daarvan is de verkeerstoren, maar ook die heeft zijn langste tijd gehad. Al het oude wordt gesloopt. Steen en staal komt daarvoor in de plaats. Hier wordt binnenkort de centrale verkeersleiding ondergebracht. Het hedendaagse Schiphol voldoet geheel aan de eisen die het vliegverkeer van thans stelt. In de grote, goed geroutilleerde hangars kunnen alle reparaties aan vliegtuigen en motoren van elk type snel verricht worden. In ruime, nieuwe hallen kan de stroom van aankomende en vertrekkende reizigers vlot worden verwerkt. Passagiers die moeten wachten, vinden daarvoor een comfortabele gelegenheid. De Meteo, de weerkundige dienst, is nu ook beter gehuisvest. Hier krijgen de piloten alle nodige inlichtingen omtrent het weer. Het vliegverkeer wordt met de dag drukker. De Amsterdamse luchthaven kan het nu nog verwerken. Wil men Schiphol echter kunnen handhaven, dan is in de komende jaren uitbreiding noodzakelijk. De plannen hiervoor liggen klaar om te worden uitgevoerd, zodra de regering er gunstig over heeft beslist. In dat geval zal Schiphol ook in de toekomst de wereldluchthaven van Nederland blijven. Snel is de ontwikkeling van de luchtvaart geweest. Even snel de ontwikkeling van Nederlands grootste luchthaven Schiphol. Begonnen werd 30 jaar geleden met een loods waarin 7 mensen werkten. Het bedrijf werd groter en groter. Evenals de vliegtuigen en het vervoer. Na nauwelijks 10 jaar had reeds een hele vloot van vliegtuigen zijn basis op Schiphol. In de luchtvaart vond idealisme van verkeerspioniers en technici ruime plaats. Er ontstond een internationale wedstrijd naar perfectionering die ons de luchtreuzen van tegenwoordig heeft opgeleverd. Miljoen passagiers uit alle landen der wereld passeren per jaar onze luchthaven. Glasgow, Uganda en New York zich aan boord begeven. Schiphol heeft dat allemaal moeten opvangen. Het heeft voor veiligheid moeten zorgen. Kort geleden werd een nieuwe verkeerstoren in gebruik genomen, van waaruit leiding wordt gegeven aan de dalende en vertrekkende vliegtuigen. Schiphol heeft voor service moeten zorgen. Het heeft enorme reparatiefabrieken. Het heeft voor de verwerking van tonnen en tonnen vrachtvervoer moeten zorgen. Voor postvervoer. En voor de passagiers en hun passage. Er is thans alle reden om het 30-jarig bestaan van de luchthaven te vieren. Daarbij mogen 2 mannen wel even in het zonnetje worden gezet. Eerst de heer Dellaert, die al die 30 jaar in de stationsdienst heeft geleid en die thans havenmeester is van een der modernste luchthavens van Europa. Schiphols ontwikkeling en die van de KLM zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Ze zijn met en door elkaar gegroeid. Ze kunnen vandaag ter onderlinge aanmoediging elkaar eens stevig op de schouder kloppen. En ten tweede de heer Plesman, de bouwer van onze burgerluchtvaart, wiens beeltenis thans op Schiphol een plaats heeft gekregen. Beide mannen hebben er op hun gebied voor gezorgd dat Nederlands plaats in het luchtverkeer een zeer belangrijke is geworden. Voor een groot deel heeft hun fantasie het enorme verkeer op dit indrukwekkende vliegveld mogelijk gemaakt. Het luchtverkeer dat de wereld kleiner maakte en dat eens naar men hopen mag de eenheid van de wereld, droom van alle vliegers, tot een feit zal maken. Schiphol kan zijn verdere groei nog aan.
Het verkeersplatform van Schiphol wordt momenteel versterkt voor de zware straalvliegtuigen die de KLM volgend jaar in bedrijf neemt. Ver buiten het vliegveld is een enorme startbaan in aanbouw, die met zijn 3300 meter langer wordt dan alle andere. De buurtschap Rijk, die nu nog aan het einde van de brede betonstrook ligt, zal moeten verdwijnen voor het straaltijdperk begint. De kostbare nieuwe baan is nodig om de straalvliegtuigen onder alle omstandigheden te kunnen laten starten. Op Schiphol heeft men inmiddels de eerste DC-8, het toestel waarmee de KLM gaat straalvliegen, kunnen zien. Het reuzentoestel had op zijn eerste vlucht uit Amerika naar Europa snelheden van boven de 800 km per uur gehaald. Onder de velen die de DC-8 verwelkomden was onder meer de president-directeur van de KLM, de heer Ahler, die 12 van deze vliegende zalen in bestelling heeft. Allerlei snufjes zullen de maximaal 149 passagiers ten dienste staan. In de cockpit zullen de vliegers tijdens de vlucht wel enige metertjes in het oog moeten houden. De belangstelling van de jeugd gold met name de straalmotoren, symbolen van een nieuw tijdperk in de Nederlandse burgerluchtvaart. Dit zijn archiefopnamen van het vliegveld Schiphol, zoals het vroeger heette. En een veld was het inderdaad. Een echte luchthaven werd Schiphol pas na de oorlog. En nu, in 1960, wordt het 40-jarig bestaan herdacht. Zeer velen die bij de ontwikkeling van Schiphol betrokken waren, zijn ter receptie gekomen. Directeur Dellaert, die al die 40 jaar aan de groei van de luchthaven werkte en die onder andere KLM-president Ahler onder zijn gehoor had, gaf hier nog eens zijn visie op de voor de toekomst van Schiphol noodzakelijke wijzigingen. De genodigden maakten een rondrit over de luchthaven en reden daarbij ook over de nieuwe 3300 meter lange startbaan voor straalvliegtuigen. Aan de herdenking van het 40-jarig bestaan werd bijzonder relief verleend door de opening van het Nationaal Luchtvaartmuseum door minister Korthals. Deze permanente expositie heeft oud en nieuw uit de luchtvaart verzameld. Daaronder een kopie van het eerste zweefvliegtuig van Lilienthal. Verder een oude Fokker F7A uit de beginperiode van de KLM. En voorts een kopie van het vliegtuig van de gebroeders Wright uit 1903. De geschiedenis van de luchtvaart is hierbij ingebracht. Zij valt voor wat de laatste 40 jaar betreft samen met de geschiedenis van de KLM en van Schiphol. Dit is een van de meer dan 100 vliegtuigen die elke dag op Schiphol hun wielen tegen de grond drukken. Zodra de toestellen over de startbaan rollen, brengen ze op de luchthaven de wielen op gang van ontelbare grote en kleine wagens die dienst doen bij de vlotte afhandeling van het luchtverkeer. Voor de passagiers staan autobussen gereed die hen van het vliegtuig naar het stationsgebouw brengen. En op de spitsuren van de ochtend, de middag en de avond is de landingstrap nog maar nauwelijks weggereden of er komt alweer een ander toestel aangetaxied dat door de man met de kleurige badges naar zijn plaats wordt geloodst. Direct daarna komt een snelle motorfiets aangereden om de boordpapieren in ontvangst te nemen. De vliegtuigtrap volgt. En bijna op hetzelfde ogenblik is daar ook al het wagentje dat de vuile vaat komt halen en de resten van diners of lunches. Dan arriveert een hele trein van wagentjes waarmee de bagage van de passagiers naar de aankomstloods zal worden gebracht. Vliegtuigen zijn duur en ze moeten hun afschrijving verdienen. Dus direct nadat het toestel leeg is komen de tankauto's die op Schiphol iedere dag zo'n 600.000 liter kerosine lossen. Ook de technische dienst beschikt over reeksen van wagentjes om eenvoudige werkzaamheden snel te kunnen uitvoeren. En dan krioelt het nog van voertuigen en werktuigen om de vloerbedekking te onderhouden op het platform van onze nationale luchthaven, waar altijd enige honderden mensen rondkarren om alles volgens schema te laten verlopen. De tunnel die in de grote weg van Amsterdam naar Rotterdam en Den Haag is opgenomen en die onder een startbaan van het nieuwe Schiphol doorloopt,
markeert de vorderingen die bij de bouw van de nieuwe wereldluchthaven gemaakt worden. Het nieuwe Schiphol zal zijn aangepast aan de enorme vlucht die het verkeer door de lucht de laatste 20 jaar genomen heeft. Het nieuwe stationsgebouw met de pieren is erop ingesteld dat de vliegtuigen zich om deze pieren heen op eigen kracht kunnen opstellen. Ook is er naar gestreefd dat de passagiers eenmaal binnen het stationsgebouw geen trappen meer zullen hoeven te lopen om in het vliegtuig te komen. De vertrek- en aankomsthallen zijn bijzonder ruim en ook doorgaande reizigers kunnen snel worden afgehandeld. Onder deze hallen zijn twee grote keldergarages waar passagiers hun auto's kunnen parkeren. Door de pieren waarvan de middelste voorzien is van een rollend trottoir bereikt men de vliegtuigen. De beweegbare bruggen vormen de verbinding van de pieren met de vliegtuigen waarvan er 25 tegelijkertijd opgesteld kunnen staan. Voor 1975 rekent men op 6 miljoen passagiersbewegingen en 80.000 vliegbewegingen per jaar. Enorm uitgebreide parkeerplaatsen zijn in de onmiddellijke nabijheid van het nieuwe stationsgebouw aangelegd dat in het voorjaar van 1967 in gebruik zal worden genomen en op snelle en geriefelijke afhandeling is gericht.